Hallo mensen, tot ik bij deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy1999. We hebben vandaag weer de nieuwe Excelsior Spelers Career Mode. En vandaag hebben we heel wat wedstrijden, waarvan ook heel wat wedstrijden die we gaan simuleren. Want ik heb bij deze de transfer suggestie aangevraagd. En we gaan kijken of wij een transfer gaan krijgen binnen Nederland voor de winterstop. Anders in het nieuwe seizoen. Het nieuwe seizoen moeten we sowieso vertrekken. Want dan zijn we gewoon te goed voor Excelsior. Dan moeten we maar naar het buitenland. Als er geen Nederlandse club komt, behalve dan. Uh, ja, geen Ajax, geen PSV. Die doen we niet. Ook al komen ze wel. Als er, geen, als er Feyenoord komt, doen we het. Als er een andere Eredivisie ploeg, doen we het ook. Maar als het, uh, Feyenoord niet komt, dan gaan we gewoon in de nieuwe seizoen gewoon weg naar het buitenland. Misschien desnoods België. Moeten we kijken wat er op ons pad komt. In ieder geval niet een grote club. Dus we gaan het zien hoe dat gaat uh, verlopen. Wij zijn begonnen aan die wedstrijd. En we. Ze dus komen op voorsprong. Het is uh, Excelsior dus met de 1-0 tegen Feyenoord. Verrassend natuurlijk. Maar waar zijn wel de ploeg dus uh, de voorsprong binnenschieten tegen de andere Rotterdamse club. Waar we natuurlijk hopen voor te gaan spelen. Zo niet, we zien dan wel ooit terugkomen naar Nederland om bij Feyenoord te gaan voetballen. We gaan het allemaal zien hoe ver dat allemaal gaat lopen. Minuut 45 is zelf bijna voorbij. 1-0 voor Excelsior. De man die de bal hier naar voren werkt. Komt aan bij Wesley. Uiteindelijk is de bal hier, blijft de bal hier voor Excelsior. Azarkan. Goed. Het gaat aan door Azarkan. Aanval hier Milanovic. Milovanovic. En het is 2-0. In de extra tijd van de eerste helft komt Excelsior op 2-0. En ze doen het tot nu toe redelijk goed tegen Feyenoord. Dus schieten we er dus twee binnen. Milovanovic met twee doelpunten. En zo staat de andere ploeg dus op 2-0 voorsprong. Excelsior. Fijn. Van Duinen. Het is dus al uh, de 70ste minuut. Nog 20 minuten te gaan. En het is nog steeds de 2-0 voorsprong voor Excelsior. Tegen uh, Feyenoord. Goed onderschept. De bal hier weer voor Excelsior. Wesley. We schieten de bal van afstand in de handen van Bijlo. Kwartier uh, gespeeld. 2-0 voor uh, Excelsior. Nou, kwartier nog te gaan, laat ik het zo zeggen. Wesley, kunnen we dan ons doel maken tegen Feyenoord? Nee, de redding van Justin Bylow. In het laatste kwartier dus. Lamproe komt erin voor Azakhan, De kant van Excelsior. En we gaan de hoekschop krijgen. Kunnen we die hoekschop binnenkoppen? Misschien. Oh, de kobbel is er wel, maar die barrelt over nog door een verdediging. Want het is een, uh, opnieuw de hoekschop voor Excelsior. Weer Wesley. Dan komen we er niet aan. De wel voor Excelsior. Krijgen we de bal terug. Wesley schieten. Schot geblokt. bal nu weer voor Feyenoord. Bouchauder. onderschept door Excelsior. Va Excelsior nu weer die de omschakeling heeft. En richting het doel van Justin Beilo. Kunnen wij die bal alleen niet goed geven. Dan is het dus weer Feyenoord. Geertruida. Het is maar 2-0. En Feyenoord is wel sterk in de tweede helft. Dilrussen. Geertruida. Kokju, Pedersen. 85e minuut loopt. 2-0 nog steeds voor Feyenoord. Idrissi, Kochu, Jimenez, de andere spits aan de kant. Wij zijn het? Bij Excelsior Jimenez is het bij Feyenoord. Die uh, heeft de bal nu ook die terug. Jimenez en Zimanski en dan de redding van uh, de doelman. Goed gedaan op het schot van Zimanski. Excelsior nu met de omschakeling misschien. Dus goed gedaan door Wesley. De bal richting Baas, Milovanovic, Wesley op de flank. De extra tijd zit erop. Als er nog eens uit deze aanval een doelpunt komt, nee. Nee, er komt geen doelpunt uit. En dan gaat Excelsior hier winnen met 2-0 van Feyenoord. In de eerste hel beslist Milovanovic met zijn twee doelpunten. En uh, ja, wij zijn natuurlijk heel erg tevreden als speler van Excelsior. We gaan hier naar Jiménez toe. De spits aan de andere kant. En we geven een bolletje over zijn hoofd. En dan uh, handen schudden. En dan is het, uh, de vriendschap weer wedergekeerd. Goeie wedstrijd, zeker. En we gaan hopen... Op meer goede wedstrijden. Ook als we gaan simuleren, natuurlijk. Want we, natuurlijk wel, want we willen natuurlijk wel in de picture komen bij uh, andere clubs. Dan kan ik natuurlijk een beetje vals spelen. Als ik mijn positie verander, dan zijn we ook algemeen minder. En dan kan Feyenoord ons misschien betalen. Dus ik kan, ik kan een beetje gaan uh, vals spelen. Als ik echt naar Feyenoord wil. Of een lagere clubs mij gaan halen. Dat kan. Maar dan moet ik even, ja, moet even gaan puzzelen. En of jullie dat willen, is ook de vraag natuurlijk. Want zoals ik er nu voor sta, 76 algemeen, gaat Feyenoord ons niet meer betalen, denk ik. Ik denk SV wel, maar Feyenoord niet. Want Feyenoord natuurlijk niet, 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 natuurlijk niet zoveel geld heeft. Dus ja, maar goed, we gaan natuurlijk hopen. Uh, we gaan door, door simuleren. Twente is de volgende tegenstander. Natuurlijk even de training tussendoor blijven doen, hè. En dan hebben wij op uh, 20 november de wedstrijd tegen FC Twente. Ja, die moeten we gewoon zien te winnen. Even kijken, training hebben we gehad. Nou, dan gaan we de wedstrijd spelen. Dan gaan we de wedstrijd snel simuleren. Excelsior Twente, 2-3 verloren. We hebben wel een rode kaart gepakt, twee keer geel. Wel een doelpunt gemaakt, maar dus twee keer geel. En zo hebben we dus een schorsing en doen we de volgende wedstrijd niet mee. En dat is wel onze eerste rode kaart in onze carrière. Dus daar moeten we voor oppassen. Nou, hebben we wel weten te scoren natuurlijk. Maar goed, we wisten wel de wedstrijd tegen Groningen. En dan moeten we de ja, rode kaart gekregen. Ja, excuses aanbieden. Of praat met de baas. Nee, ik ga mijn excuses aanbieden. Sorry, ik had het niet moeten doen. Het is een foute keuze. Dat is twee keer geel gepakt. Je moet je gewoon voor oppassen als je geel hebt. Dus ja, vandaar. Groningen spelen we dus niet. Die spelen we dus gelijk. Wedstrijd waar we dus niet opgesteld staan door die rode kaart. En dan gaan we dus uh, door. En ik ga dus nu die transenverzoek indienen en kijken of we wat clubs krijgen. Maar daarvan ik denk in Nederland, ja, daar kunnen we best heen gaan. Eerst natuurlijk even de skillpunten weer toevoegen. Zullen we zien waar ik algemeen weer omhoog ga. Dan moet ik even kijken welke dingetjes daar we dat beste kunnen doen. Um, dribbelen. Ja. Is dat verstandig? Ja, of, nou, nou, even kijken. Misschien iets anders. Ik denk dat ik het bij Pasen moet doen. We Pasen zitten nog niet echt lekker in onze doen. Nu wel wat meer. Dus ja. Nu, de wedstrijd tegen Utrecht. Daarna Sparta. En de kerst dan doen we zo meteen. Dan kunnen onze dingetjes, een, uh, voor mij editje voor het goede doel. Of een editje met de ploeg of zoiets. Kunnen we zo meteen even kijken. Excelsior Utrecht. Gaan we wel eens, ik dacht, ik ga het een keer anders proberen. Uh, invallen, zeg maar. De beste momenten spelen als, uh, als onze uh, speler. Spelen als Wesley dus. Nu hebben we dus hier een hoekschop. En in de minuut 25. kijken of we daar belangrijk kunnen zijn. Dus gewoon de belangrijke momenten invallen. Nou, hier komt er dus niks uit. De bal verloren. En zo is dat dus. Uh, ja, de volgende. Dient zich de vrije tab voor u terecht in minuut 35. Nou, Excelsior moet dus deze bal zien te keren. Kunnen wij dat. Uh, ja, lukt ons dat? Maar we staan natuurlijk ver achter die verdediging. Of ja, we gaan het zien. Nou, ja, in de muur. Weghaal nu in handen van. Van Gastel. Van Gastel, sorry. Hoekschop voor Excelsior. Nou, misschien kunnen we hier belangrijker zijn, minuut 38. Hoekschop weer genomen. Kunnen we nu wel iets daaraan doen? Ja, we pasen de bal goed door. Milovanovic. En dit is het doelpunt. Het is de 1-0 voor Excelsior. Wij met onze paas. Een goede assist. En de voorsprong voor de Rotterdammers. tussen de tweede helft. Minuut 80. Lang gewacht dus op een hele grote kans. Die gaat er nou dus weer komen. Weer vanuit een hoekschop. Wordt 2-0. Wij vragen weer om de bal. We krijgen de bal daar niet. Boes Said haalt de bal weg. Opgevangen wel weer door Van Duinen. Wesley. Komen we er langs. Goede steekpaas. Hier komt de kans voor Utrecht voor een 2-0. En de redding van de doelman. En er zit uh, nog een kans voor Utrecht. 81 minuten Vrije trap. Wordt het oppassen voor Excelsior. Vrije trap voor FC Utrecht. Mahi. Richting Duvikas Het is Excelsior die de bal leeft. Misschien een snelle counter als. Nou, dat, dat wil FIFA dus niet, maar dat betekent wel. Dat het nog 1-1 geworden is in de slotminuten. Dat hebben we dus niet meer meegemaakt. Maar ja, het is dus 1-1. En dat is wel wat minder. Wat we hadden moeten winnen. Is het toch 1-1 geworden. Dat is even een dompetje. Trainingen gaan we doen. Het is allemaal een beetje versneld nu. Maar gaan we gaan nu wedstrijden simulerend te zien krijgen. Snel simulerend. Deze wedstrijd tegen Sparta. Winnen wij met 2-0? Kijk, prima. Toppie. Uh, Ook in de derby. Kijk, dat is, dat is natuurlijk alleen maar goed. Nou, ik probeer nog een keer, nogmaals die transfer in te dienen. Een paar keer. Het gaat wel heel erg snel. Maar goed, het maakt op zich niet, helemaal, niet, het maakt op zich niet uit zeg maar. Bekerwedstrijd tegen go Ahead, Wat doen we tegen go de Eagles? In de beker. Die wedstrijd gaan wij spelen. En we gaan kijken wat de wedstrijd wordt tegen go de Eagles. Kunnen wij in de bekerwedstrijd zien te scoren? We gaan het hopen. Wie wel bal bezit? Wesley. goede paas op Azar kan. Milovanovic, ja die is gewoon echt perfect bezig. Die spits daar. En ze weten hem steeds te vinden en wij weten hem ook steeds te vinden. En hij zet Excelsior op 1-0 in deze bekerwedstrijd. Kwartier gespeeld 1-0. Ja, we gaan kijken hoe dit gaat lopen. Is Excelsior de beste op het veld? Op papier lijkt het toch van wel. Excelsior, go 1-0. Maar Excelsior de bal snel weer terug. En zo is Excelsior de ploeg die dreigende is. Azarkan. Milovanovic. Milovanovic van Duinen. Hier de kans voor Azarkan. 2-0. Het gaat hard bij Excelsior. 2-0. Azarkan. Prachtig gedaan door hem. En hij zet ons dus op een 2-0 voorsprong. Sian. 25e minuut. Nog steeds de 2-0. Romans. Van Duinen. Wesley. Excelsior is er weer uit. Wesley. We geven de paas goed. Hier komt de kans voor Azarkan. Ja, hoor. Zijn tweede. 3-0 voor Excelsior. Excelsior die echt heer en meester is in deze bekerwedstrijd. Twee keer Arzakhan, één keer Milwanovic en wij weer met onze assist. En zo staat het 3-0 voor Excelsior. En is de afstand weer voor de Go Ahead Eagles? Stockers. Lindhorst. Heder Watson. Lindhorst. Rommers onderschept weer hierdoor. Fijn. Bal weer voor Excelsior. Zo vlak voor rust de aanval hier met Wesley. Goede steekpas geven van we weer Milovanovic. Ja, die schiet hem weer binnen. Twee keer Milovanovic. Twee keer Azarkan. 4-0. Excelsior. Echt heer en meester in deze bekerwedstrijd. Wesley. Krijgen we de bal helaas niet verder. Maar dat kan nog een keer. Want Excelsior. De bal snel weer terug. Van Duinen. Fijn. Milovanovic. Goede steekpas. Weer richting Azarkan. Azakan En het is 5-0. 5-0. Derde van Azarkan. Excelsior gaat zeker, beekers, zeker verder bekeren in dit toernooi. Maar de vraag is waar het ophoudt. Azarkan met 5-0. Fijn. Milo zakt de bal kwijt. De bal zit dus wel weer terug voor Excelsior. Fijn. Van Duinen. eigenlijk wachten wij nog op ons, eigen, op ons doelpunt. Gaat hij hier vallen? Nee, de bal komt er niet. Fijn. Azakam dan nog een keer. Ja, hoor, Azarkan nog een keer 6-0. Vier keer Azakam. Ongelofelijke bekerwedstrijd is dit. Voor Koei, niet voor, voor, voor Go, helemaal, maar voor Excelsior natuurlijk in positieve zin. Asakan, vier doelpunten. Twee keer Milovanovic. Zorgt voor dat Excelsior op 6-0 staat. Asakan, is het dan al voorbij? Is het dan al voorbij? Milovanovic, ja, hoor, hij ziet er ook wel eentje binnen. Het kon niet uitblijven, natuurlijk. Die twee zijn deze wedstrijd zo in vorm. Tien keer Milovanovic, twee, drie. Ja, Vier keer Arzakan, Het is ongelooflijk. Dat zijn de doelpuntemakers. Ja, ik ga de tweede helft gewoon snel simuleren. Want het kan niet meer fout gaan. En we hebben uiteindelijk nog met 7-0 gewonnen ook. Prima wedstrijd, topwedstrijd door in de beker. En vraag niet hoe, 7-0 tegen de Eagles. We gaan door. En uh, de volgende ronde van het toernooi, zeker en vast. En we gaan uh, even kijken. Ja, een keerzedeutje kopen. Dat gaan we doen. Uh, we gaan door. Meldingen. Ja, oké, okay, prima. We gaan verder tegen Twente. We gaan een training doen. Zijn we nog niet naar niveau 13? Eh, naar niveau 14 zijn we nog niet. Even kijken. Twente, wat doen we tegen Twente? Die spelen we gelijk. 2-2. Wel gescoord. Van Duin ook. En dan hebben we activiteit. Hier, transfergeruchten Ze hebben ons op de transferlijst gezet. Dus we gaan kijken of er wat aanbiedingen gaan komen. Dus ja, dat is gunstig. Hopen dat er een club komt. Hopen dat er een Feyenoord komt. Of een andere, ja, Vitesse, Jereveen. Dat zijn we allemaal er oh. goed voor, denk ik. Maar ja, als Ajax of PSV komt, dan moet ik moet jullie toch teleurstellen. Die ga ik afwijzen, want ik ga niet naar Ajax of PSV. Eerst dan zullen de is Aston Villa. Die wijs ik af voor nu. Mochten we die het, in het eerste jaar krijgen, dan ook. Laat je hem wijzen af. Mochten we die dus in het nieuwe jaar krijgen, nieuw seizoen. Dan ga ik wel dat soort dingen wel overwegen. Een buitenlandse club. Want als Feyenoord het niet wordt, dan wordt het gewoon wel buitenland. 25 miljoen. Kijk, het gaat Feyenoord het niet voor ons betalen natuurlijk. We staan, kijk, we staan derde nu. We zijn het, het beste bij Excelsior. Nu is het uh, Sporting die in ons geïnteresseerd is. Wijs ik voor nu ook nog af. Ik wacht gewoon op die ene aanbieding Feyenoord. Maar die komt maar niet. Brighton wijzen we ook af. Uh, weer een, tra weer een uh, training simuleren. Nu is het uh, Braga die komt. Wijzen we ook af. Feyenoord is de volgende tegenstander. Daar hebben we net van gewonnen met 2-0. Wat doen we nu tegen Feyenoord uit? Nu verliezen we met 5-3 van Feyenoord. We hebben hem niet weten te scoren, dus dat is wel wat mindere wedstrijd voor ons geweest. Hier zien we het ook. Even kijken, slechte prestatie manager, een nederlaag in de, der, in de derby. Ja, dat zijn wel dingetjes, dan moet je even door de zure appel heen gaan bijten. We blijven veel trainingen doen waardoor we gaan blijven groeien. Ajax wil ons hebben, maar ik zei het al, we wijzen het af. We gaan niet naar Ajax of PSV. Jullie verklaren mij voor gek als Ajax mij wil hebben. Maar als ik Ajax-fan was geweest, had ik hem al lang geaccepteerd. Maar ben natuurlijk Firebird-fan en dan ga je niet naar Ajax. En dan ga je ook geen AX of PSV QM beginnen op dit kanaal zoals we dat hier hadden moeten doen als wij naar AX hadden gegaan. En we krijgen een volgende aanbieding denk ik ook nu binnen. Nog niet? Nou dan gaan we door. We beste tegen NEC. Gaan we simuleren. Kijken hoe het simulerend gaat verlopen. Weer drie skill points erbij nu. Die gaan we toch ook weer gelijk even toevoegen. Bij passing. Dat is wel even belangrijk. Passing. Dat doen we er gelijk 1, 2, 3. Huppakee. En dan gaan wij door NEC. Wat doen we tegen EDC uit? 3-2 verloren weer. Kijk, nu beginnen we een beetje de punten te verliezen. En ook, onsz on ook onszelf. Want we weten ook tot nu toe nog niet scoren. En dan zegt slechte wedstrijd, jij ja, zien het. We gaan gewoon doen, alles aan het doen om beter te worden. We komen gerusel weer terug. Maar het zijn gewoon nu de transferdingen die uh, ja, ons bezighouden. Waar we een beetje de kluts mee kwijtraken. Krijgen we nog de Transfer Dead and d transfers. Dat is de vraag. We zitten nu in 7 uur hier. Ja, Getafe. Spaanse ploeg wil ons hebben. Daar gaan we dus niet heen. We wachten op de Nederlandse club. En nu komt ook nog PSV. De twee van de drie topclubs in Nederland. Ajax en PSV komen. Maar Feyenoord blijft maar uit. Die komt voor ons nog niet. We zitten de laatste drie uur en nog steeds geen Feyenoord. Ik heb er naar het hoofd in. We hadden naar Ajax of PSV moeten gaan. Maar ja, we kozen om te wachten op onze droomclub Feyenoord. En uh, ja, die is nog niet gekomen tot nu toe. Hopen dat het nog gaat gebeuren, want we blijven natuurlijk op de transolijst staan tot aan het einde van het seizoen. Dus mochten we nog aanbieding krijgen van Feyenoord, accepteren we hem gelijk natuurlijk. Ja, we gaan hopen, we gaan het hopen. Nu een bekerwedstrijd, vervolgens met 7-0 van Goethe. Wat doen we tegen NEC? 2-1 nederlaag. We liggen uit de beker, 2-1 verloren tegen NEC. En zo raar kan het dus lopen. Zo raar kan het lopen. En we moeten echt betere wedstrijden gaan spelen. Vanaf de volgende aflevering gaan we weer vol gas met wedstrijden spelen. Sparta is nu de volgende tegenstander. Wat doen we tegen Sparta? Wat doen we tegen Sparta? Ga ik die nu simuleren? Of, nee, die ga, ja, die ga ik even simuleren. De, oh, Fortuna, sorry. Verliezen we meteen. Ook dat nog. Voor mij, mij heb ik Sparta er niet eens ingezet. Maar goed, we hebben dus nu verloren van Fortuna. Moeten we wel meteen doen, want we moeten natuurlijk in de basis blijven. We zijn nu CA. We zijn dus nu 75 algemeen. Misschien dat Feyenoord ons dan wel kan betalen. En mijn Excelsior winnen wij. 3-0. Kijk, prima. Um, ja. We moeten gewoon steeds trainingen blijven doen. En we staan nu op CA. En de trans van Atletico Bilbao. Dat wijzen we af. Um, PSV is de volgende tegenstander. Kijk ja, hoor. We zijn tegen PSV dus nu. Ga ik snel simuleren. 4-0 verloren tegen PSV zeg. Ongelooflijk. Zo gaat het dus niet. Helemaal niet lekker. Uh, we moeten gewoon de weg omhoog zien terug te vinden. Want dit gaat echt een domper worden. RKC is de volgende tegenstander. Dan lezen we wel een boek van de clublegende. Ehm. Um, Excelsior, RKC, Excelsior. 1-0 verloren. Het is ongelooflijk. We zijn echt niet in goede vorm. Volendam, transverbinding van Sevilla, wijzen we ook af. Volendam nu. Ja, moeten we wel, moeten echt beter gaan passeren. En even kijken. Ja, dan gaan we de volgende aflevering tegen Volendam. Zullen nee, die hebben, ook niet, die, die hebben we nu gewonnen. Ongelooflijk. Ik ben even helemaal de kluts kwijt. We winnen wel voor Volendam nu. Er kan buur. Leicester City gaan we ook niet in. Cambuur is nu de volgende tegenstander. Uh, die simuleren we ook. Oh jongens. 1-1 tegen Cambuur. Trainingen blijven doen. We zijn nu spits weer. We zijn 77 algemeen. Ja, gewoon ons beste algemeen zijn we nu. Hopen dat we het nu tegen een Go Ahead uh, nog een keer een goede wedstrijd kunnen spelen. En deze wedstrijd spelen we gelijk. 1-1. AZK met het doelpunt. En weer hebben wij niet echt een lekkere wedstrijd gespeeld. AZ die gaan wij uh, bewaren. Gaan we die ook spelen of gaan we die simuleren? Die gaan wij ook simuleren. Oké. Okay. 2-2 tegen AZ. En weer hebben we wat punten. En die kunnen we weer toevoegen aan onze speler. Doen we nu weer bij passing. Um, hebben we hebben nog één punt over. Die doen we hier. Zo blijven we 77 in algemeen. Maar gaan we wel hopen dat we echt beter gaan worden. FC Utrecht de volgende tegenstander. Even kijken. Lees het boek van je favoriete voetballer. Hebben we bij deze gedaan. Utrecht simuleren wij. 3-1 verlies tegen FC Utrecht. Ja, ja, het gaat niet echt helemaal 100% lekker. FC Groningen. Deze wedstrijd 1-1. En dan is Ajax de wedstrijd wat de omkeer moet gaan worden eigenlijk. Ajax is de volgende wedstrijd. En die ga ik bewaren voor de volgende aflevering tegen Ajax. Voor een tiende gaan we niet heen. Maar de volgende aflevering is dus tegen Ajax. En dan gaan we die wedstrijd gewoon weer spelen. Die nu, gaan, die nu nog gaan komen. Bedankt voor het kijken. En later.